Ik wil. Oh! Ik vind het ook zo lekker. Nou, kom op. Goedemorgen, het is vrijdag en ik baal, want gisteren gingen we de schuur leeghalen voor de buren, zodat een schuur opzij kon en zij hun schuur kunnen verven. En toen dachten we, kunnen alles in de tuin laten staan. Echt 20 keer het weer gecheckt, nee, blijft droog, er was 5% kans op regen, wel wat bewolkt en alles en ik word er net wakker. En ik hoor het regenen. En ik kijk op mijn telefoon, 87% kans op regen. En noem maar op dat ik echt denk, hoe dan? Hoe dan? We hebben het zo vaak gecheckt. Dus ik ga even de dingen die het minst tegen vocht kunnen nu maar snel naar binnen halen. En dus echt niet lekker wakker worden op deze manier. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb die lange jurk aan van Envy. Die nieuwe laarsjes die ik van Kitty heb gekregen van de Bronx. En ik vind ze echt heel gaaf. En ik heb mijn Kurt Kijker tas waar ik ook helemaal blij mee ben. En we gaan gewoon boodschappen doen. Mama, kijk. Ja, je diadeem. Oh, die is leuk. Zal ik die opdoen zo? Ja. Oh. Is die mooi? Ja. Oh. Wauw. Maar hij is een beetje klein voor mij, dus ik doe hem af, want het is een kindermaat. Hi, ik moet heel eventjes iemand bellen, mama. Ja, je zit lekker zo. Boodschappen zijn weer gelukt en we hebben lekker pankjes. Mag ik ook? Of ga je alles in je eentje opeten? Altijd maar. Nou, dacht het niet. Dan haal ik geen pankjes meer volgende keer. Ik wil. Oh! Ik vind het ook zo lekker. Nou, kom op. Wat ben je allemaal aan het doen? Duurt te lang. Ik wacht nu al een tijdje. En mama? Ja? Staat de vlog aan? Ja? Ja? Er zijn heel veel mensen tegengekomen die we kennen. Hij zit met een volle mond te praten. Dat vind ik een beetje vies. Nee, maar er is toch niemand anders dan jou. Sarah, ik vind het echt heel vies. Oh, lekker dit. Ja, het is wel echt heel heet, hè? Ja. Wij zijn gezellig met Kitty en we gaan weer puzzelen. Dus we hebben weer een puzzel van cellen, maar we hebben nu wel een grote. Die hadden we vorige keer natuurlijk ook in een vlog met Marco erbij, hadden we die gedaan. En zijn vader is nu aan het werk. Ja. En hoe heet het? Nu gaan we kijken of we hem dus afkrijgen voordat het cellen naar bed gaat. Maar eerst alle randjes. Sarah is gewoon de kraakstukjes al in elkaar aan het puzzelen. Dus, en wij maar randjes zoeken. Ja. Ga jij ze omdraaien dan vast alle randjes, dat de plaatjes naar boven liggen? Ja. Misschien kan je alvast wat randjes aan elkaar doen. Ik pak er een randje en jij schuift hem zo. Oh, sorry. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Maar ik denk echt, daar gaat hij. Ik zag hem. Ja, we komen er wel. Ik vind het wel altijd verslavend als je dan aan het puzzelen bent. Ja, ik vind het wel verschrikkelijk. Ja, maar dan moet het ook af. Mm-hmm. Vorige keer zat hem niet af van de bed. Toen hadden we hem laten liggen op tafel. En elke keer als ik er langs liep, dan moest ik gewoon even een stukje doen. Nee, dat was ook deze. Die lag half op tafel. En dan loop je elke keer langs. En dan denk je echt, oh, moet. Dat was echt heel erg. Het is zo te denken, eigenlijk moeten we een plek hebben waar we gewoon een grote puzzel, dat je er langs kan lopen. En dat je dan, zeg maar, als je langs loopt, elke keer een stukje kan aanleggen allemaal. Ja, ik heb een goede seletang voor ervoor. Ja. Ja, maar ik wil ook mijn tafels, weet je, ik kan hem ook hier op de eettafel, maar ik wil ook gewoon aan de eettafel kunnen eten, zeg maar. Precies. Dus dat schiet gewoon niet op. En je hebt ook van die tafels nu die je open kan doen, hè? Ja. Maar ja, dat wil ik ook niet, want dan loop je er alsnog niet langs. Dan moet je hem echt speciaal open doen. Nou, dan blijft hij ongemaakt liggen, zeg maar. We hebben het gedaan. U bezig geweest, maar hij ligt.
High five. Nou, wat is dat nou voor flauwe high five? Een echte. Raak. Bijna maar zin. En nu een beetje. Dan geef Kitty high five. Oh, zo lekker. We zijn aan het thee drinken. En ik heb lekker deze gehaald. Oh, ze zijn lekker aan deze. Dus. En we zijn heel erg lekker aan het kletsen en lachen. En het is echt een grappige man. Ik moest lachen om jouw zin net. Oh ja. Kitty zegt net, wat ga je morgen doen? Ze zei, oh nee, ik zeg het verkeerd. Wat ga je morgen allemaal doen? Ik ging echt stuk. Dat is dezelfde vraag. Maar ik ga het anders formuleren. Het moest een ander zin zijn. Ja, maar het was echt te grappig. Heel andere vraag bedoel ik. Ja. Ik weet het niet meer. Ik vond hem zo leuk. Ik ging echt stuk. Oh, het is zo erg. Kitty is naar huis gegaan. Het was echt heel gezellig. En toen dacht ik, ga nog even tv kijken. En ik zit te knikkenbollen. Echt niet normaal. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil de vlog natuurlijk wel even afsluiten. Af en toe maak ik prachtige zinnen, I know. Vergeet niet een duimpje achter te laten en reageren op deze vlog. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!